laatste 15 jaar heb ik niet meer zo zelf zitten knutselen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet heel leuk vind. Ik ben wel zo opgeleid. Ik ben beeldhouwer van huis uit. Alleen meestal is het niet zo dat dat uitpakt. En ik ben niet de type kunstenaar dat in mijn atelier gaat zitten met een kop koffie en 's ochtends denk wat zou ik vandaag eens maken. Dit is een onderdeel voor een werk dat ik voor het nieuwe Friese provinciehuis heb gemaakt. In Leeuwarden. Het werk bestaat uit drie onderdelen, dus eigenlijk een soort drieluik. Dit is een zijpaneel van het drieluik. Deze harnassen die komen in de centrale ruimte. En het zijn er 11 voor de 11 Friese steden. Ik wilde een mooi, rank, gotisch harnas hebben. Historisch verantwoord. En ik dacht van, nou, ik ga naar een museum toe, dat lenen ze me vast wel. Nou, die dingen zijn vreselijk kostbaar. En er is natuurlijk geen museum bereid om mij zo'n ding uit te lenen, om de kliknaals eruit te boren, het af te gieten en het weer in elkaar te zetten. Dus ik had een probleem. En toen ben ik via de Wallace Collectie, dat is de beroemdste collectie harnassen in Londen, en een conservator daar in contact gekomen met een man die in die reenactment spelen doet. Die doet er aan steek spelen. En dat is een slanke man en die had een al ongewaardeerd harnas. Dus een goede kopie van een middeleeuws harnas. Nou, die man heb ik opgezocht. Ik heb hem ook in actie gezien. En hij was bereid om zijn harnas ter beschikking te stellen. Het harnas is gemaakt van porselein. Een stuk bijzonder, omdat porselein wordt meestal niet voor harnas gebruikt. Dus in die zin besluit het aan bij wat van het Friese traditie denkt. Het is mooi, elegant, kwetsbaar. Maar een klap erop en is het ook stuk. En het is ook een beetje conservatief en het is statig. Dus al die aspecten die je zo in een Friese cultuur kan vinden, die vind ik gerepresenteerd in een porseleinen harnas. Ik wil wel eens iets moois maken. Ik heb heel veel werken gemaakt die niet echt heel mooi zijn. Dat vind ik helemaal niet erg, omdat ik vind dat die werken er moeten zijn. Maar ik wilde ook wel eens iets maken dat heel erg mooi is. Ik ben zelf Fries, ik kom uit Harlingen. En ik vind het ook wel heel leuk om in die provincie iets. Ik vind dat ook echt, dat je in dit geval ook wel voor nalaten kan zijn. Iets om daar neer te zetten wat heel lang zal bestaan. Ik vind het erg leuk om iets te bedenken en dan ook echt net zo lang door te gaan tot het lukt. Tot het mislukt. Heel vaak mislukt het. Veel conceptuele dingen mislukken omdat je daar medewerking van anderen voor nodig hebt. En zeker als dat niet in institutionele zin is, dan heb je vaak te maken met politieke krachten of met samenlevingskrachten. Nou, die zijn altijd niet even welwillig. Dus vaak betekent dat het einde van een project. Maar soms lukt het wel en dan is het ook heel, heel erg prettig. Maar ik vind het wel heel leuk om op zo'n manier te werken. Ik vind het ook zinnig.
Ik vind dat kunst en cultuur een even sterke, zo niet sterkere macht is in de samenleving als politiek en economie. En die twee laatste die domineren onze samenleving de laatste decennia. Maar als je dat in het licht van de geschiedenis stelt, is dat helemaal niet het geval. Dan is cultuur een veel sterkere macht dan politiek en economie. Hallo, met Hans. Arie de Vroe, ja, ik heb er iets van gehoord. Ja, ik weet er een klein beetje van. Ja, dat lijkt me prima, ja. Heel goed. Ja. Nou, laten we dat zo doen. Lijkt me prima. Oké, dag. Dat is Abraham de Zwaan. Die wil nadenken over een monument voor iemand uit de Tweede Wereldoorlog. Een andere de Vroe of zo. Nou, nooit van gehoord. Dus dan ga ik een gesprek aan met hem binnenkort en dan ga ik me eens goed inlezen. Dus dat is één zo'n telefoontje, dat betekent alweer maanden onderzoek. Dan als die deur een keer op een kier staat, dan zet ik mijn voeten tussen. En dan ga ik meestal wel proberen te kijken wat ik denk dat daar het beste te doen is. Dit is de statenzaal van het provinciehuis. Hier worden de vergaderingen gehouden. En wat je hier ziet is een zaal die volledig gedecoreerd is met allerlei optekeningen van Fries politiek en Fries cultuur. Daar is Bonifatius bezig. En de eerste is geen sterveling overtreft de Friezen in dapperheid of trouw. Dus, en dat zijn allemaal dus meer en meer culturele zaken die een zware politieke lading hebben. Dus wat mij betreft zegt deze zaal vooral dat er een onherroepelijke verbinding is tussen cultuur en politiek. En die verbinding die heb ik mee willen nemen naar mijn werk, wat dan voor een deel in het nieuwe gebouw en in het oude gebouw zich ophoudt. En uiteindelijk resulteert in een kast. En die kast die zou je synoniem van deze ruimte kunnen noemen, een soort van plek waar Friese cultuur vanaf heden tot ver in de toekomst zou worden opgetekend en opgeslagen. Dus ik heb hier het gelukkig voor elkaar kunnen krijgen dat die verhouding kunst en politiek op de agenda komt te staan. Voorgoed op de agenda komt te staan. Dus ongeacht de politieke wind zal er altijd gediscussieerd moeten worden over de verhouding kunst en cultuur en politiek. En dat is denk ik de kern van dit werk en daar ben ik eerlijk gezegd ook het meest blij mee. Het moment dat je een afspraak maakt over iets inhoudelijks is dat redelijk abstract. Het moment dat je zo'n kast maakt, is dat, krijgt dat meteen een soort van bestendigheid. Het heeft ook een vorm. Kijk, als die kast leeg blijft, dat betekent dus dat er iets niet goed is gegaan. En dat zal iedereen zich realiseren. De deur zit er nog niet in, die is nog niet klaar. Maar er zit een paneeltje in die deur met een afbeelding van de Oldehoven. En de Oldehoven is de toren van Leeuwarden. En de toren van Leeuwarden is ooit gebouwd om de Groningers te verslaan. Want die hadden de Martini-toren gemaakt. En de Oldehoven moest net wat groter worden dan de Martini-toren. Nou, die bouwmeester die had nooit op klei gewerkt eerder, dus die toren die ging meteen al verzakken. En dat ding is eigenlijk een stomp gebleven van 40 meter hoog. Dus die toren die staat centraal in deze kast ook. En zoals je ziet heb ik die kast scheef gezet.
waarmee de toren weer recht komt te staan. Dus het perspectief op de wereld is maar heel erg afhankelijk van hoe je naar de wereld kijkt. Dus misschien staat die toren wel al heel lang heel erg recht. En staat de rest van de wereld, inclusief de Martini-toren, wel heel erg scheef. We staan hier in het oude deel van het provinciehuis. In de GS-zaal, de zaal van de gedeputeerden. Dit is eigenlijk de belangrijkste plek van het gebouw, want hier worden de politieke beslissingen genomen. Hier zit de commissaris van de koningin. En ik heb hiervoor gesteld omdat er een traditie van vergezicht is, om die blik verder dan de Friese grens te brengen en de politie te confronteren met een manier van in de wereld kijken die zelfs tot in China reikt. Want ik heb een Chinese kunstenares gevraagd om die perspectieven te tekenen. Dat is gemaakt door Chinese kunstenaar Mu Xie. Dus dat leek mij mooi als een manier om de politie hier te confronteren met de grenzen van hun blikveld. Alhoewel ik denk, als meneer Van Haringsma toen sloot in 1896 nu uit het graf op zou staan en hier deze kamer zou betreden, dat hij zo even zou schrikken. Ja, dat denk ik ook wel eens van Leonardo da Vinci. Maar volgens mij zou hij met een hele snelle auto kopen en een vlucht met een spacecraft boeken. Nee, bijzonder. En dat heette Maitje maar de porseleinen hanassen die ter opstel stonden.